Welkom bij een nieuwe video van Fender Junior. Vandaag spelen we tegen in ieder geval Sparta, zie ik. Hoog staan we trouwens bij topscorers. Ik zie ons op 10e plek. 9 goals in 21 wedstrijden. En 8 assists, zie ik, dat is wel goed. Gelijk met Paschal. Voor de rest, gele kaarten hebben we bijna niet, volgens mij. En rode kaarten hebben we helemaal niet. Dus daar staan we niet tussen. We zijn 77 rating. Hopelijk kunnen we er vandaag eentje omhoog. Maar we gaan nu spelen tegen Sparta. Kijk, hier is een spandoek alweer van Fender Junior. Dat is wel... De Emmen-fans zijn echt fan van hem, zeg maar. We doen die 3 passes op de helft van de tegenstander als verhoogd doel. Dat worden er dan 5. En we zijn afgetrapt. Of eigenlijk, we zijn begonnen. En hier gaan we gelijk, na 20 minuten ongeveer. Hier Fender Junior in het midden, hij heeft hem. Even zo, en dan... Wat een goal. Hij draaide daar heel mooi weg vooral. Dit was wel echt een mooie goal. En zo staan we dus 1-0 voor. Ben ik heel blij mee natuurlijk. En we gaan voor het publiek. Ik weet niet. Op zo'n bord staan. Kijk dan. Hier kregen we de bal. Hier deden we een paar gekke bewegingen. En toen waren we er ineens langs. En konden we meer inschieten. En nu staan we dus 1-0 voor. Ja, dat zie je op dit beeld niet. Maar het schot was ook best goed. Redelijk in de hoek en zo. Was gewoon een goed schot eigenlijk. En als speler tegen Sparta staan we snel voor. En hier gaan zij. Saito komt er net niet langs. En dan is het rust. We staan nog steeds 1-0 voor. Er is eigenlijk niks meer gebeurd verder. Eigenlijk is het een heel saaie wedstrijd, maar daar gebeurde toevallig wat. Doelstellingen, we hebben er 1 al gehaald. 1 gaan we halen en 1 misschien als we nog vaker scoren of assist geven. Dus het gaat goed met doelstellingen, zeg maar. En zij gaan nu weer aftrappen voor de tweede helft. En zo gaan ze ook na een kwartier in de tweede helft. En een goed schot van afstand, maar niet goed genoeg. Hier gaan we weer. Fender Junior paast hem door. Krijgt hij hem terug. Ja, hier zo gaat hij naar binnen. En hij schiet die bal net niet binnen, want de keeper... Hier wordt hij weggestuurd. Ja, hij komt daar langs. Kan hij dan een 2-0 gaan maken of een assist geven? Nee, hij wordt onderschept. Helaas. Maar we hebben die bal alweer. En hier aan de zijkanten langs. Dat lukt. En dan nu de assist. En die bal is binnen. En we maken de 2-0 al. Vlak voor de tijd. We staan 2-0 voor tegen Sparta. En dat betekent dat... We eigenlijk hebben gewonnen gewoon. Want nog 2 minuten te gaan, dan gaan ze niks meer mee kunnen doen. De keeper is blij. De fans zijn blij. Even kijken naar de herhaling. Hier kwamen we er langs. Liep een stukje door. Toen gaven we af en hij schoot hem binnen. Goede goal van Emmen. Ja, het schot hoef ik niet per se terug te zien of zo. Maar is ook wel leuk hoor. Het was een prima goal. Was gewoon een goede teamgoal eigenlijk. En ook Fender Junior hoe die er langs kwam. Maar die is weer afgetrapt. Het is bijna voorbij. Nog 2 FIFA minuten. Ik noem het altijd zo, want ja, ze zijn anders dan echte, zeg maar. En dat is ongeveer nu voorbij. En is het dan nu ook voorbij? Ja, het is nu ook voorbij. We winnen met 2-0 van Sparta. En dat is goed. Daar ben ik blij mee. Want af en toe gaat het ook ineens slecht. En dat is nu dus niet gebeurd. Dat is wel fijn. 1 goal, 1 assist. Rui Mendes had dat ook. Die maakte de 2-0 en gaf mij assist op 1-0. En we hebben alle doelstellingen zelfs nog gehaald. Dat is ook goed. Kunnen we trainen? Nog niet. Interview met de pers, deel 1. Nou ja, dat doen we. Verbondenheid in de club. Dat gaan we doen. 79 rating, dan kunnen we loonsverhoging doen, maar dat is dus nu nog niet. Transferaanbieding van River Plate, dat ga ik niet doen, want het is een slechte league. We krijgen ook een van Wolves, 60.000 per week, dat is wel heel veel hè. Ik ga dit doen denk ik, ook omdat, ja ik weet niet, ik ben een soort van fan van Wolves, dus ik ga het gewoon doen. We gaan naar Wolves in de transferperiode.
We weten het zeker. We gaan naar de Premier League. Maar eerst dit seizoen afmaken natuurlijk. Ik ben wel blij dat we transfer hebben kunnen maken. En ook, ik weet niet, ik ben fan van Wolves, dus ik ben er wel blij mee. Er staat nu ook naar Wolves gaan als transferperiode is geopend. We hebben ondertussen 11 goals en 10 assists. Rui Mendes heeft ook best hoog. Nou, wij hebben hoger. Wij zijn ook wel een beetje betere speler, zeg maar. Ik weet niet hoe goed is hij. Ik zag het even niet. Maar we spelen nu tegen. Ik heb helemaal niet gekeken. Tegen wie spelen we? Dit is Vitesse volgens mij. Als het goed is het Vitesse. We gaan voor dribbelpercentage, ook al is het geen Vitesse. Het is wel Vitesse. Waarom zijn er zoveel fans? Dat weet ik niet. Maar hier gaan we. Na 4 minuten al en schiet die bal maar en die gaat er net niet in. Hebben we nog een corner? Ja, dat hebben we in ieder geval. Het was meer geen vraag eigenlijk. Deze bal in de handen van de keeper. Zij schieten die bal, eigenlijk schiet de keeper hem zomaar weg en dan kunnen we die bal opvangen. Hé, dat is een rode kaart of geel. Ik weet niet. Hij gaf volgens mij rood, want dat was de rood animation. Kijken. Ja, dat is ook wel een beetje rood eigenlijk. Wij mogen vrije trappen nemen, dat wist ik helemaal niet. Ja, gaf inderdaad rood. Oké, dan moeten we dit nu gewoon gaan winnen. En deze, ik kan het helemaal niet. Maar, ja, niet Fendi Junior niet, maar ik zelf niet. Maar hier gaat Vitesse op de een of andere manier, ondanks dat ze rood hebben, gaan ze wel naar voren. Hier terugleggen en dan die bal vliegt binnen. Dan staan we dus 1-0 achter tegen een team met de rode kaart wel. Dus het moet wel goed kunnen komen. Hier misschien meteen goed komen. Ja, hier steek maar door. Goed. Afkappen. Ja, dat is mooi. En dan schiet er die bal meteen binnen. En het is 1-1. Na een paar seconden na de 1-0 is het ook gelijk 1-1. Was een goede goal. Mooie celebration. Was gewoon echt meteen uit de aftrap scoorden we. Kijk heel even hier zo goed afgekapt en die bal goed binnengeschoten ook. Hij was eigenlijk heel goed in de hoek. Hier kijk, hier sneller. Dat was echt goed in de hoek geschoten. En hier nog een keer celebration vind ik ook wel leuk. En het is dus 1-1 en ze gaan weer aftrappen. Hebben gedaan. Hier gaat Vitesse weer Baden-Frederiksen en terugleggen op Bero. En die schiet die bal niet binnen. En deze. Schieten ze ook niet binnen op de een of andere manier. En hier gaan wij gelijk dan weer. Ja, dit was slecht. Ik dacht dat iemand meeliep of zo, ik weet niet. En deze bal gaat net naast. Nou ja. Komen we eigenlijk gewoon goed weg. En dan gaan wij hopelijk weer. We hebben wel in ieder geval de bal. We zijn nu ook op hun helft. En nu ook bijna zonder verdedigers. Geef maar voor. Beetje hoog, maar wel een mooie goal. We staan 2-1 voor tegen Vitesse. Wat een volley was dat. Niet heel bijzonder trouwens, want hij was heel dichtbij. Maar hij was wel goed. Vind ik. Ik ben wel blij met dat. Daar kan hij dus ook volley. En iedereen springt op elkaar, ik weet niet. Vitesse, de keeper is niet blij. Dat zien we hier wel. Hier, dit was een goede goal. Hij gaf hem in één keer voor. En die bal. Ja, je moet hem nog wel even binnenschieten, maar dat deden we. Dus dan is het goed natuurlijk. Kijk, die bal nog in een korte hoek geschoten. En de keeper had hem niet. Kon nu eigenlijk niet. En hier gaan we weer, hopelijk. Of is het bijna. Het is bijna rust. Misschien kunnen we nog één keer. We kunnen nog één keer, lijkt het. Ja, we kunnen nog één keer. En deze bal vliegt waarschijnlijk binnen, ja. We staan 3-1 voor. Een assist erbij. Het gaat heel goed. We staan nu 3-1 voor. En ik weet niet waar ik heen liep. Loop met Fendi Junior, maar. Waar komen wij dan vandaan? Waar zijn wij? Hey, wij komen nog van die kant. Oké, dan hebben we heel hard gerend. Hier kwam Fendi Junior er langs en gaf hem af op die speler. En die schoot hem binnen. Was het Diemers volgens mij? Ik weet het niet zeker. Het is ook meteen rust. De aftrap is amper genomen. En het staat dus 3-1 bij rust. Dat hebben jullie net gezien. Balbezit gaat slecht. Dribbelen goed.
En wedstrijdbeoordeling ook goed. Waarschijnlijk gaan we er dan 2 halen. Van de 3. En hier gaat Vitesse wel Bero. Die bal gaat nu uiteindelijk alsnog in. De keeper had hem wel goed, maar hij kon hem iets beter wegwerken misschien. En beter verdedigen was ook wel handig. Hier kijk, die bal kon zo heel makkelijk er nog in. Ja, het was wel een moeilijke hoek, maar er was niemand dus. Die is weer afgetrapt. Hier gaat Vitesse voor de 3-3. Die bal gaat er niet in. Goed gepakt door onze keeper. Dit deed hij wel heel erg goed. Hij hield hem eigenlijk gewoon goed. Ja, heb ik al heel vaak gezegd. En hier gaan we. Want we krijgen die bal uit de corner. En we komen er ook nog langs. Kunnen we het beslissen. Hopelijk. En geplaatst schot. En die bal gaat in de linkerhoek. En het staat 4-2. Is dat de hat-trick? Nee, volgens mij is dit de tweede goal. Ja, volgens mij is dit de tweede goal die we hebben gemaakt. Maar we doen het wel goed dus. Nog even een mooie celebration en dan de herhaling. Ja, dit is een slechte herhaling, want we waren er al, daar al langs. Maar wel goed geplaatst schot natuurlijk. Dat kan je ook wel even nog naar kijken, want het was echt wel... Ja, het was niet heel moeilijk om te schieten, maar... Ook niet het makkelijkste ooit. En ze is weer afgetrapt. Oké, hier gaan we weer. Leg maar terug. Dat kan ook. Ik vraag even niet om die bal. Kijken wat ze doen. En deze bal vliegt gewoon bijna binnen. Ik wilde even zien wat Emme kan zonder Fender Junior. Dat kunnen ze dus ook. Dat zagen we hier wel. En hier gaat Vitesse. Bero komt er langs. En schiet die bal naast. Oké. Anders was het nog spannend geworden misschien. Hier gaat Vitesse nog een keer. Vlak voor tijd. Als ze hier langskomen, dat lukt hem. Dan wordt het nog 4-3 waarschijnlijk. In de rebound wordt het 4-3. Die speler trouwens, die viel nog over de keeper heen. Maar het maakt niet uit. Hier is het nu wel voorbij. We winnen met 4-3. Wel hat-trick van Fender Junior trouwens. Ik wist het niet zeker, maar we hebben hem wel. En dus een 4-3 overwinning. Was best moeilijk, behalve als je bedenkt dat we heel lang 4-2 voor stonden. Het was wel moeilijk, maar niet het moeilijkste ooit. We staan 9,8 als cijfer. En we zijn een niveau omhoog, oké. Okay. We kunnen de skill points gaan opmaken. We hebben geen meldingen meer, alleen over dat we naar Wolves gaan natuurlijk. Waar gaan we het op inzetten? Ik denk dribbelen. Deze... We doen balans wel, denk ik. Ja, die kan wel. Zijn we dan rating omhoog? Nee, dat niet. 79 dribbelen. Hoezo zijn we nog steeds 77 alg? Met 80 schieten en 79 dribbelen als spits heb je op zich alles wat je nodig hebt, toch? Maar ja, het maakt me niet zo heel veel uit. Deze bal, of wat zeg ik, deze training doen we nog even. Maar we gaan niet omhoog nu, natuurlijk. We kunnen nog een keertje trainen. En die gaan we nog steeds. We gaan wel richting een nieuw niveau. Maar we staan nog niet hoog of zo. Erin. Waar gaan we naar kijken? We staan ondertussen zelfs 5e al in de topscorers ineens. En met 2 goals. 2 assists verschil. Eerste in de assistlijst. Voor de rest. Dit zijn competities waar we helemaal niet aan meedoen. Dus dat kunnen. Nu weinig gaan doen. EK kwalificatie staan we daartussen. Volgens mij kijk ik over mezelf heen. Maar het maakt me niet zo heel veel uit. We doen het wel goed daar. Met IJsland. We doen wel mee. Een beetje. In een onmogelijke groep. Maar we gaan tegen Feyenoord spelen. De volgende wedstrijd. Is er nog iets? Nee, volgens mij niet. Volgens mij moeten we maar gewoon gaan spelen. 77 rating. Oh, Rui Mendes is trouwens 68. Dat wilde ik voor de vorige wedstrijd weten. Even kijken. Even hoog doel. Oh. Oh ja, dat we de laatste wedstrijd 3 goals hebben gemaakt. Dat is zo. Dat is goed natuurlijk. Dat hebben we goed gedaan. En nu gaan we wel het volgende doel kiezen. Wat kunnen we kiezen? Dus wedstrijdbeoordeling, schieten op doel of passes op de helft van de tegenstander. Die doe ik altijd. En we trappen af. Hier, Fender Junior kapt af en legt of paast daarin. Dat is goed.
En dit is ook goed. En kunnen die bal binnenschieten? Dat net niet. Hier 10 minuten gespeeld. En we komen hier een soort van heel gelukkig langs. En het is een corner uiteindelijk. De teamgenoot miste hem. Vende junior neemt aan een geplaatst schot. En nu houdt de keeper tegen. Bijlo waarschijnlijk. Idrissi. Deelrussen. En dan is Feyenoord er twee keer langs. Met een goed schot. Alleen niet goed genoeg om te scoren. Szymanski met de corner. En deze gaat er nog niet in. Wiefer. Idrissi en Trauner schiet die bal tegen team, of tegen onze speler aan. En deze gaat er ook niet in. Drie keer gemist weer. En deze gaat er ook wel niet in. En dan is het na deze corner, als we hem overleven, waarschijnlijk rust. En met 0-0 of 1-0 voor Feyenoord. Het wordt 0-0. Want nu moet het wel rust zijn. Ja, het is ook rust. Prima, 0-0. Hier een gelijkspel zou ook goed zijn. Nou, we zijn gewoon thuis, spelen thuis. Maar we moeten winnen. Het liefst. Maar dat gaat wel moeilijk worden, zeg maar. Ik denk dat gelijkspel zou ik ook heel blij mee zijn. En we gaan weer verder. Hier. Ja, hier nu door. Hij komt aan en daar komen we langs. En Trauner komen we ook langs. En dan moet die bal er nu in. En dat gebeurt met een afkappen. Ja, dat gebeurt. We kapten eerst af. En toen schoot hij die bal goed binnen. En daar staan we dus gewoon 1-0 voor. Wat voor celebration. Het was wel een leuke celebration weer. Deze. Kijk, we kapten goed af. En daardoor was het helemaal vrij voor het doel, in het doel. En toen scoorden we. Hier kijk, een beetje in de draai scoorden we. Hansko probeerde hem nog te pakken, maar lukte niet. En dan staat Emmer dus hier 1-0 voor. En gaan we door. Met de aftrap genomen. Hansko gaat Feyenoord gelijk terugkomen. Danilo Idrissi lijkt wel op een kans. Dat het gaat worden in ieder geval. Danilo en Szymanski is er langs. En die schiet gelijk de 1-1 binnen. Ik had al een beetje het idee dat dit zou gaan gebeuren. Toen ik zag hoe goed ze aanvalden. Die is weer afgetrapt trouwens. En nu gaat Feyenoord weer Jiménez. De keeper kwam uit. En Jiménez nog een keer. En die gaat mis. Hij schoot trouwens de eerste keer niet. Maar ja. Hij was er. Aan de bal zeg maar. Hij had de bal. Idrissi. Gaat hij voorgeven. Nee, hij gaat naar binnen en ik denk schieten. Hij schiet inderdaad en de keeper heeft hem. De keeper houdt echt alles tegen. Behalve die ene bal, maar die was misschien te moeilijk. Dus dat snap ik wel. Hier Jiménez en die gaat ook naast. Hij heeft veel kansen gemist deze wedstrijd. Ja, en nou gaan wij de doeltrap nemen. Met nog 7 minuten te gaan en 1-1. Hier, doe maar door. En als we hier, ja, hier komen we langs, wordt het dan nog 2-1. Het wordt het ook nog echt. Het wordt 2-1. Echt 4 minuten voor tijd. En wij winnen deze wedstrijd daar nog voor Emmen. Tenminste, daar ga ik nu wel van uit eigenlijk. Als we dit niet winnen, zou het wel slecht zijn. Hier, kijk. Die bal deden we goed. En die schoten we ook nog goed binnen. Weer goede actie. En ook gewoon goed gespeeld door mijn team natuurlijk. Danilo wordt gewisseld. En zij trappen weer af. Ja. En nog 1 minuut te gaan. Gaan ze hier nog een keer? Nee. Nee, het wordt dus afgelopen. We winnen van Feyenoord met 2 goals van Vende Junior. Waaronder 1 in de 86ste minuut. Daardoor winnen we met 2-1 van Feyenoord. Dus goed gedaan. 2 goals. Diemers 2 assists. Allebei dus op Vende Junior. Want die heeft ze allebei gemaakt. Die heeft alle goals gemaakt. En dan staan we weer lekker ver in de basis met al de doelstellingen gehaald. Winnend doelpunt gemaakt. Ja, dat hebben we gedaan inderdaad. Spoor jezelf aan om het te doen. 79 rating, dat zijn we nog niet. Dat duurt nog even ook, denk ik. We moeten namelijk nog 2 ratings omhoog voor dat. En we hebben al 3 wedstrijden gespeeld vandaag, dus dat gaat vandaag sowieso niet meer gebeuren. En de training hielp ook niet genoeg. Ik snap nog steeds niet waarom we geen hogere rating hebben. Minstens 79 of zo, zou ik zeggen. Eigenlijk, maar dat hebben we niet. We hebben wel
laten we alles van fysiek afhalen en hoger inzetten. Maestro archetype. En bij schieten gaan we voor afstandsschoten en schotkracht. En dan hebben we nog 3 over. Afstandsschoten en nog meer afstandsschoten. En dan zijn we wel in 1 keer 79 rating. Ik dacht al, laat ik alles van fysiek weghalen. Dat helpt namelijk vaak wel. En nu zijn we 79 rating en dan kunnen we dus hoger salaris gaan krijgen alsnog. Dat is wel fijn. 4000 per week ondertussen. Dat is best goed. Daar ben ik wel blij mee. Kunnen we nog wat kopen met dit geld? Even kijken. We kunnen sprintsnelheid boost kopen. En trainingsboost, dus dat doen we. Maar dit was het. Like, abonneer en druk ook even op dat belletje. Want dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. En dan zeg ik maar eens doei!